Halverwege oktober is Sportfans Tiel gestart met de voorbereidingen van het project Gezonde Wijk West-Rooien. Het doel van dit project is om buurtbewoners uit de Hennepen, Kloosterbuurt en Schepenbuurt te activeren om zelf aan hun gezondheid te werken. Om te weten te komen wat er zoal speelt onder de buurtbewoners op het gebied van gezondheid, wordt er op dinsdag 12 januari een bijeenkomst gehouden in wijkcentrum West-Rooien. Ik ben vandaag hier bij de ouderen om een beetje kennis te maken met de ouderen en te kijken wat er leeft bij hun op het gebied van gezondheid. Ik ben namelijk bezig met het project Gezonde Wijk West-Rooien hier in Tiel. Het is een initiatief vanuit de GGD en de gemeente om te kijken hoe we de gezondheidsverschillen kunnen verkleinen. Het is over het algemeen een wijk met veel ouderen, mensen met een wat lagere opleiding of allochtone mensen. En over het algemeen bekend dat zij wat minder gezond zijn. We willen kijken of we daar samen met de buurtbewoners en de verschillende partijen in de wijk wat aan kunnen veranderen. Belangrijk daarbij dat we vraaggerichte werk gaan. En daarom zijn we nu hier om met de ouderen een beetje kennis te maken en te horen wat er speelt op het gebied van gezondheid. Ja, we hebben 12 januari wordt er een bijeenkomst georganiseerd hier in het wijkcentrum voor alle buurtbewoners. Die zijn er ook voor uitgenodigd middels een flyer. Er hangen een aantal posters ook verspreid in de wijk. Er heeft een stukje in de stadtiel gestaan. Nou ja, en dan nu dit. Dus hopen we dat daar toch de mensen ook op reageren. Ze kunnen zich aanmelden via een mailtje of een telefoontje. Maar vooral hier voor de ouderen die daar wat minder handig mee zijn, kunnen ze zich ook via het ouderen SOS laten weten dat ze komen. Zij hebben mijn contactgegevens en dan komt het ook weer bij mij terecht. We willen graag dat er opgegeven wordt, zodat we een beetje weten hoeveel mensen er gaan komen. Maar als de mensen op het laatste moment toch nog binnenwandelen, zijn natuurlijk ook uiteraard welkom.